Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. Het is zomer en wat doen we nou in de zomer? Ja, we eten met z'n allen ijsjes. En in deze aflevering ga ik leren hoe je een paardenijsje maakt. Dus blijf kijken. Nou, we gaan vandaag een slobber fruitijsje maken. En wat heb je nodig voor een slobber fruitijsje? Nou, natuurlijk slobber. Water. 3 bananen die oud zijn. Ik leg zo meteen uit waarom. Een appel. En om het nog een klein beetje nog extra gezonder te maken, 2 wortels. En als eerste is het heel belangrijk dat je de slobber, voordat je hem mengt met het ijs, in heel heet water doet. Want slobber moet je altijd mengen met warm water, omdat het dan alvast uitzet. Als je dat niet doet en het paard eet het, omdat het hier kouder is dan in de maag van het paard, gaat het anders heel erg uitzetten in de maag van het paard. Dus die moet je alvast in warm water neerzetten. En hiernaast gewoon koud water, dat maakt niet uit, maar dan is het in ieder geval al uitgezet. Nou, dan begin je als eerst met wortels in kleine stukjes snijden. Kijk, eventjes lekker veel stukjes. Dan pakken we de appel. En de appel gaan we ook gewoon eventjes in dunne schijfjes snijden. Dan snij je deze schijfjes gewoon nog even een keertje door en je haalt de pitjes eruit. Want ja, kijk, ze likken natuurlijk aan het ijsje en pitjes hebben geen smaak. Kijk, als je het gewoon geeft en ze kouden erop, maakt het niet uit, maar nu hebben ze in het ijs hebben ze geen zin. En dan de banaan. En die gaan we niet snijden. Maar die banaan, omdat die, kijk, daarvoor moet die al oud zijn. Die gaan we gewoon kneden in een soort van, kijk, ik heb dit broodtrommeltje even. Die doe ik alvast even open. Die banaan, die kneden we zo. En die gaan we zo meteen door de slobber heen mengen. Kijk, lekker bananenpuree. Oh, kijk, dat is wel heel bruin, maar voor paarden maakt het niet uit. Kijk, dat kneedt lekker, dat bruine. Lekker. Het ziet er wel uit, joh. Nou, nog even 1 banaantje. Nou, we hebben het wel even goed. Kijk. Vervolgens doen we de slobber eroverheen. Kijk, dit slobber ziet er goor uit, maar paarden vinden dat echt heerlijk. Kijk, en dan kneed je dat slobber met die banaan. Dat even goed de smaak er doorheen gaat. Kijk, het ziet er ranzig uit, maar wij eten ook geen gras. Hè? Paarden vinden het echt fantastisch. Dan ga je de stukjes wortel gewoon een beetje goed erin mengen. Kijk, nu zie je het niet meer, maar de smaak trekt er goed in. Na de stukjes wortels doen we de stukjes appel erin. Kijk, die leggen we een beetje zo. Die blijven ook mooi drijven, dat is leuk. Want dan gaan ze daar zometeen mooi aan likken als het ijsje straks af is. Nog wel, kijk, dit kan er nog wel een beetje bij. En dan, als laatste, doe je er, wacht, ik doe even mijn handen afwassen in het water. Het helemaal vullen met water. Kijk, en dan moet je hem niet helemaal tot het randje doen, want als je ijs maakt, gaat het uitzetten. Kijk, nu zie je als je goed aan de zijkant kijkt, dat hier allemaal dingen drijven. En aan de onderkant, kijk, als je de onderkant kan zien, zie je daar ook nog allemaal stukjes banaan. Nou, er kan nog een klein beetje meer water in. Kijk. Hoppa, kijk. En waarvoor ik zo'n klein bakje gebruik, dat is een heel belangrijk stukje waarvoor ik deze maat bak gebruik. Als je een te klein bakje neemt, zo'n klein bakje, dat moet je niet doen. Dus ons formaat ijs moet je nooit doen. Want ze mogen het nooit in één keer kunnen doorslikken. En het bak mag ook niet te groot zijn, omdat het heel koud wordt. Paarden kunnen niet zo goed tegen ijskou in hun buik. Als ze dan een te groot ijs eten, krijgen ze ook weer buikpijn. Dit is gewoon precies de goede maat. En ik ga nu even de deksel erop doen. En ik ga hem in de vriezer zetten. Maar voordat we deze video gingen opnemen, had ik niet bedacht van hé, een ijsje duurt een hele nacht. Dus ik ga zo meteen naar de toekomst. Ik pak mijn mobiel en dan is het ineens morgen. Ik ga hem nu in de koelkast zetten. En als ik zo meteen in mijn vingers knip, dan is het de volgende dag. Oké, het is de volgende dag. En ja, ik weet niet of je het kan zien. Maar er zitten allemaal regendruppels op mijn raam. En het is dus helemaal geen lekker weer. Niet echt ijsjes weer. Maar ja, het is alsnog gewoon zomer en het is op zich niet koud. Dus we gaan gewoon het ijsje zo meteen geven. Ik ga eerst eventjes rijden. En dan ga ik aan jullie laten zien, nou, hoe je het ijsje uit de bak krijgt en hoe je het moet geven.
Maar ja, ik had eigenlijk liever meer zon verwacht. Maar ja, aan de andere kant, weet je, ik heb een hele lekkere ijstent in Amsterdam. Daar woon ik. En daar ga ik ook gewoon heen als het niet lekker weer is. Dus we gaan het ijsje gewoon geven. En ik zal jullie even wat laten zien. Ik heb nieuwe kleding aan. En ik heb het gekregen van de KNS. En het is het soort van team shirt. En het is super cool. En de Olympische Spelen is nu begonnen. Dus ik heb dat nu ja, aangetrokken. Lekker oranje. En ik heb ook een oranje horloge. En de ruiters in oranje bandjes heb ik om. Wacht, ik heb er nog veel meer. Wacht even hoor. Kijk, ik heb er nog veel meer. Dus ik ben gewoon echt lekker rood, wit, blauw. En ik heb zelfs een oranje tas. Kijk, dit is mijn Hermes tas. En die was echt super duur. En ik ben er nog steeds wel heel erg blij mee. Maar ik had er wel een beetje spijt toen ik deze had gekocht. Maar aan de andere kant, hij blijft wel heel lang mooi. Oké, om naar stal. Ja. Het is geen lekker weer, hè? Nee. Ja, goedemorgen. Ja, je staat binnen. Want normaal sta je nu al op de wei. Alleen, je vriendje Figo, die is op wedstrijd. Wat doe je? Oh my god, hij ruikt mijn appel in mijn tas. Ja, die mag je straks na het rijden. En nog een ijsje. Oh, wat doe je? Die gaat met je hoofd in mijn tas. Oh, dat kan toch niet? Nee, je krijgt nog een ijsje. Je krijgt nu die appel niet. Ja, gaan we rijden? Heb je er zin in? Ja. Even opzadelen, Yves. Ga je mee? Oké, vandaag is Orange Day. Yves, wil je nog een stukje appel? Fello, ben je ook klaar voor het rijden? Ja, hè? Yves nog niet, hij moet nog opgezadeld. Ik heb nog, ja, ik heb mijn oranje dekje nu niet bij me, dus het is vandaag zwart. Wel mooie witte springschoenen met bont. Ook een mooie weer glipt, hè? Ja. Wat moet je kosten? Heb je aandacht tekort? Volgens mij wil je aandacht van Yves. Yves, er is iemand verliefd op je, denk ik. Hallo. Je bent een beetje gek. Oh, Yves, heb je zin om te rijden? Oké, ik ga wel opschieten. En daarna krijg je lekker ijs, want de zon is inmiddels terug. Oké, voordat Yves een ijsje krijgt, krijgt hij eerst zijn avondeten. En dat is gewoon lekkere muesli, topsportbrok. En omdat Yves het goed heeft gedaan, krijgt hij ook een biertje. En dan zou je denken, paard een biertje. Nou, dat is dus heel goed voor de nieren en de spieren. En als je dat een keer geeft, dan moet je alleen oud bruin doen. En ik doe het oud bruin van Heineken. En ik vind het ook best wel grappig, want als Yves hard gewerkt heeft in de zomer, ga ik een wijntje drinken. Of een colaatje. En dan krijgt Yves gewoon lekker een biertje. En tot slot doe ik er magnesium in. En magnesium is echt heel goed voor paarden die een beetje wild zijn. Maar het is ook gewoon ja, heel goed voor de spieren. En ja, het is gewoon echt super goed. Dus dan doe ik altijd even eerst brokken erin. Dan doe ik 4 schepjes magnesium. En dan als laatst biertje. Zo, ik loop nu even door de buitenbak naar de wei. Ik heb net Yves avondeten klaargezet. En Yves staat even lekker in de wei met Figo, want ik heb net gereden en daarna heb ik ze nog even in de wei gezet. Kijk, het blijft altijd zo mooi hier, hè. Die longeerkraal. Let op, ik ga... Kijk, hier is Figo, Yves' beste vriendje. Yves! Hi! Ja, leuk hè, gaan we eten? Kijk. Ik vind het echt leuk dat je op me af komt lopen. Ja, we zijn echt vrienden. Yves, ik heb iets leuks voor je. Je krijgt en een biertje. En ook nog een ijsje. Kom je? Yves, kom. Goed zo. Je
vriend Figo moet ook mee naar binnen. Roep je Figo even dat hij komt. Figo, kijk hier staat hij te eten. Je luistert niet. Oké, Figo, nu niet wegrennen, AUB, want ik sta onder je. Oké, jongens, met z'n tweeën graag even meekomen. Goed zo. Zo, niet op hol gaan, hè, jongens. Als je hem net uit de vriezer haalt, dan zit hij helemaal vastgevroren, dus dan krijg je hem niet uit. Dus je moet even, dit is warm water bij ons, moet je hem even goed onder de warme kraan houden. Anders krijg je hem er niet uit. Oké, daar hou je hem gewoon. Gewoon even 10 seconden onder de warme kraan. Gewoon helemaal. Ik denk dat het nu wel lukt. Ik ben benieuwd. Oké, even kijken hoor. Ja. Ik heb hem eruit. Oké, kijk hoe mooi die is. Een ijsje met wortel. Met slobber. Met graantjes. Oké, we gaan hem nu aan Yves geven. Oké, ik heb hier een ijsje, een paardeneisje. Hier, Vito, wil je een likje? Niet bijten, hè? Ah, mijn handen bevriezen, dit is niet normaal. Yves, ijsje! Kijk eens wat ik heb. Dit is wel een heel groot ijsje, dus je mag maximaal maar 10 minuten het paard laten likken. Oké, even kijken. Wat ga je met het ijsje doen? Lekker, hè? Lekker ijsje, lekker ijsje. Nom. Nou, ondertussen is Yves lekker van haar ijsje aan het smeken. Ze vindt het super lekker. Hoi, Yves! En voor jullie is het ook een heel leuk idee om het ook te maken. Je kan het met heel veel ingrediënten doen. Paarden vinden het echt heerlijk. Blijf goed onthouden, niet te groot ijs, dan krijgen ze buikpijn. Nou, voor nu, dankjewel voor het kijken. En vond je deze video leuk, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Tot volgende week. Vandaag ga ik jullie leren hoe je een paardenverjaardagstaart gaat maken. En ik neem altijd en groen appels en rode appels. Want het staat gewoon leuk bij elkaar uiteindelijk. Dus telkens maak je hier gewoon een driehoekje. Kijk, Yves wordt gek als hij die taart ziet hoor.